Go Ahead Eagles beleeft een dramatisch seizoen. We staan onderin de eerste divisie, de stadionmuur viel om en spelers van de tegenstander werden aangevallen op het veld. Wat voor seizoen was het voor jou? Kutseizoen. Een verval wat zich dit jaar heeft voorgedaan, sportief gezien, is eigenlijk schandalig. Maar toen zei mijn opa in principe tegen mij van, jongen, ze hebben je weer nodig. Doe eens voor, hoe zien we het? De komende weken ga ik in mijn nieuwe programma Home of Eus op zoek naar de essentie van het rood-gele bestaan. Want waarom zitten er 8000 fans op de tribune bij de nummer 18 van de Jupiler League? Ik denk dat je gewoon echt bij deze club moet passen. En daarna verlies je wel, maar als je maar strijd laat zien. Ja. Een Deventernaar die niet moppert, dat is geen Deventernaar. Wat ging er mis dit seizoen? En hoe komen we terug aan de top? Ik heb geen moeite met een stropdas, ik heb ook geen moeite met een stofferen blik. Dat ik zuinig ben, is ook al een beetje een mythe. Maar bovenal, waarom is clubliefde juist zo sterk bij een club die je vaker vervloekt dan bejubelt? Ik spreek met fans, met clublegendes, met de clubleiding en met de mannen van de toekomst. Go Ahead zit in mijn bloed. Ja, hier ben ik geboren. Dat gaat nooit weg. Natuurlijk, er zijn periodes van haat-liefdeverhoudingen, maar de liefde zal altijd overwinnen.